Nee, hallo YouTubers, een hele goede morgen en welkom en kom bij de vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het vrijdag. Nog één dagje heidewoud en dan heb ik eerst 2 weken vakantie. Waarom te... Nou, ik zal mijn vakantietijd even uitleggen. Zoals jullie weten heb ik een jaar thuis gezeten. En daarover verveel ik me nog altijd de vakantie. Moment, mijn moeder komt eraan met mijn ontbijt. Bedankt. Maar goed, zoals ik al zei. Ik heb dus een jaar thuis gezeten. En daarom verveel ik me nogal tijdens vakanties. Daarom heb ik 3 weken vakantie. 2 juli, juli, 1 in augustus. Zeg ik nou 2 weken? Ik bedoel natuurlijk 3 weken. En zoals jullie zien ben ik kaal. Mijn vader heeft me kaal geschoren. Want het is wel erg warm met zo'n vol hoofd haar. Met dit weer. Maar goed. Straks ga ik dus naar Heidewoud. En dan spreek ik jullie later. Zo, ik zit nu in de taxi naar Heidewoud. Waar gaan we langs, joh? Rechts. En onderbreek me alsjeblieft niet. Maar goed, zoals ik al zei, ik zit dus in de taxi naar Heidewoud. We moeten links. Links. Maar goed. Met mijn vergeetachtige chauffeur, ze kan het niet helpen dat ze vergeetachtig is. Ze is namelijk 50 plus, lijkt mij. Maar goed, zoals ik al zei. Ik zit dus in de taxi naar Heidewoud. En het wordt een heel hete dag. Omdat, zoals ik al zei, mevrouw is nogal vergeetachtig. Dus ik moet haar steeds de weg wijzen. Toch? Ja hoor. Duidelijk. Mevrouw wil ook niet in beeld komen. Even een hete dag overleven, dan is het eerst even vakantie. Laten we hopen dat ik niet geveld word door het zonnesteek. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Neem weer op Heidewoud. Oké, ik ben op Heidewoud. Vroeger dan normaal. Maar ja, Klomp heeft de planning heel erg door elkaar gegooid. Dus dat is even niet anders. Maar ik ben er in ieder geval. Er zit ook niet zo heel veel prik meer in de camera. Dus laten we hopen dat ik het met dit kleine beetje stroom dat ik heb de dag door kan komen. Ik hoop het echt. Oké, ik ben nu aan het wandelen. We gaan het bos in. Momentje, er zit iets in mijn schoen. Heb je ook wel eens. Het is er alweer uit. Goed. Nu gaan we dus lekker wandelen. Ik loop een heel stuk achterop, zodat de rest voorop kan wandelen. En ik in alle vrede kan filmen. De
Want er zitten mensen met hun privacy. Maar goed. Dus, hoe is het met jullie gegaan de afgelopen dagen? Hebben jullie nog iets interessants gedaan? Ik heb eindelijk ontdekt hoe ik QuickTime bestanden in Windows Movie Maker kan zetten. Bedankt YouTube daarvoor. Ik heb de videoconverter en die videoconverter gedownload. Daar convert ik de videobestanden eerst. Daarna plak ik ze in Windows, de opnames in Windows Movie Maker aan elkaar. Nu kan ik eindelijk vloggen. Het is echt een wonder wat je allemaal kunt doen met YouTube. Die tutorials zijn echt heel erg handig. Het weer is gewoon echt prachtig. Vanmiddag barst de hitte weer los. Dus dan moet je goed drinken, goed insmeren en al die andere dingen. Maar goed, dat is alles wat ik tot nu toe te zeggen heb. Ik zie jullie zo meteen. Oké, ik sta hier buiten Game Mania, want ik ga kijken of er een goede PlayStation 2 te koop is. Laten we eens gaan kijken. PlayStation 3, Xbox 360. Ik zal het zo eens even vragen. We hebben hem op krassen bekeken, stel nou hij werkt nou niet. Dan kan jij gewoon terugkomen. Dit kan eventjes duren. In de tussentijd ga ik even games bekijken. Dus, wat vinden jullie van dit soort spelletjes? Zoals Sonic en All-Star Space Transform, The Geekle Country Tropical Fish, Nintendo Land. Er zijn in ieder geval genoeg games van alle soorten van spelcomputers. Moet je kijken. Red Star of games voor de flash voor de computer. Episodes van de Derby, van de Bird City. En ik weet het al op 4. Laat maar eens kijken. PSP. Dit is PlayStation 2. Dat weet ik. Zie. Nee, dit is Xbox. Dit is een Liberty City Stories. Ja, ik heb daar een cadeau bij. Daar heb ik 7,50. Lekker goedkoop zo. Nee, maar dan betaal jij het. En dan nee. En dan geef ik het geld terug aan jou. Yeah. Ze hebben hier heel wat merchandise. Nintendo knuffels. Petten. Beanies. T-shirts. Nog meer t-shirts. En bordspelletjes naast gewone games.
Iemand heeft eerder op deze gespeeld. Zo te zien. Ah, zo te zien is dit dit Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ik ga maar weer eens in de rij staan. Waar is hij? Is het verhaal nog? Ja, ik hou hier even op met vloggen en dan praten we later verder. Nou, ze hebben er één. Misschien dat ik hem morgen ga kopen. Maar nu ga ik eerst even terug naar Heidewoud toe. Oh. En dan zien we wel verder. Ik ben nu uit wandelen met mijn begeleidster Debbie voor vandaag. Ze wil zelf niet erg graag op film komen, dus net als vanmorgen loop ik achter haar. Zelfs mijn mentor Cornelis wil niet graag op film komen. Wat hebben mensen op Heidewoud toch met op film komen? Zo erg is het niet. Nou ja, zelf heb ik daar ook een beetje last van. Als ik een cameraploeg zie, dan ga ik vaak de andere kant op. Maar soms dan heb je er geen ontkomen aan. Dat heb je wel eens. Maar, of niet, Debbie? Dat heb je inderdaad wel eens, ja. Duidelijk. Dat is goed. Hi. Lekker slapen. Nou. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik hoor het op de vorige keer. Nou. Ja, we hebben heel veel omgehaald hoor, dat wel. Nou, dat wel een hoop, ja. Nou, wanneer ik terug ben van Heidewoud, is het tijd om al deze opnames aan elkaar te plakken. Even geduld, er zit wat in mijn schoen. Als het goed is, dan ga ik morgenochtend die PlayStation 2 met Grand Theft Auto San Andreas kopen. Cornelis stelde voor dat ik het morgenochtend zou doen. Want morgenmiddag zou het meer dan 40 graden worden. Dat is niet normaal. Dan kun je echt beter binnen blijven. Zo, met zulke hitte. Dan zijn de plichten niet zo eng. We kunnen morgenavond dan heel veel onweersbuien verwachten met zulke hitte. Nee, dan blijf je niet zitten waar je zit. Nou, laten we hopen op het beste morgen. Misschien zit ik morgen. Ja, ik ben aan het wandelen met een cliënt van mij en die is het zelf aan het filmen. Dus als hij filmt, kan ik wel even letten met jou. Precies. Maar goed. Misschien hou ik me morgen bezig met het installeren van de PlayStation 2 die ik misschien ga kopen. Dan zit ik de hele tijd Grand Theft Auto San Andreas te spelen. Ja, komt zelf altijd wel.
Zulke dagen heb je wel eens. Dan is het te warm om naar buiten te gaan. Ja, en soms heb je van die dagen waar het te koud is om naar buiten te gaan. Verwarmd, hè? Opgelost. Dat was even een harde tijd van de dag. Het was wel op een gegeven moment behoorlijk snel. Maar, op zich hebben we goed gesprek, maar nou. En dinsdag hoor ik dan meer. Misschien over. Wanneer ik thuis ben dat ik verder ga filmen. Adios. Oké, ik ben net thuis. En omdat ik de oplader van thuis moest halen. Heb ik de camera weten op te laden. En dus heb ik uiteindelijk de vlog zo lang kunnen maken als mogelijk was. Vooral omdat ik de camera heb opgeladen. Maar goed. Ik ben nu dus thuis en ik ga even heerlijk genieten lekkere thuis zijn. Dan sluit ik nu de vlog af en ik zeg later.